van de details, hè. Nou, we horen natuurlijk veel coronanieuws. Gisteravond, hè, de persconferentie. 7 miljoen mensen die er maar liefst naar keken. Wat Rutte allemaal te vertellen had. Al was er al heel veel uitgelekt natuurlijk. Ja. Maar het buitenland, hoe zit het daar? Daar zijn we natuurlijk ook wel heel benieuwd naar. We volgen Flevolanders in het buitenland. Marit van Groen, oorspronkelijk uit Almere, zit nu in Australië. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Waar zit je in Australië? Ik zit in Shepparton, ongeveer 2 uurtjes ten noorden van Melbourne. En hoe is het daar? In de omgeving waar ik zit is het eigenlijk vrij rustig. De maatregelen zijn wel vergelijkbaar met die in Nederland. Dus geen scholen, geen horeca en dergelijke. Maar in de regio waar ik zit heb ik er eigenlijk vrij weinig last van. En in algemene zin doet Australië het best wel heel erg goed. Oké, maar waarom heb je daar zo weinig last van? Omdat mijn leven, wat dat gaat, niet heel veel is veranderd hier. Ik heb gewoon nog mijn baan elke dag. Het grootste verschil voor mij is dat de sportschool gesloten is. En dat de jongen waar ik op pas nu natuurlijk geen school meer heeft. Dus de hele dag thuis zit. De jongen waar ik op pas, dat moet je even uitleggen. Is dat een baan? Dat je op iemand past? Ja, ik werk hier als een soort van au pair. Ja? Voor een jongetje met een unieke aandoening, een beperking. Mm-hmm. Dus ik woon bij zijn moeder en bij hem in. En normaal gesproken pas ik op hem buiten schooltijd. Maar nu wissel ik de zorg een beetje met zijn moeder af. Oh, en wat voor zorg heeft hij nodig dan? Wat moet jij doen? Er is niet echt een naam voor de aandoening die hij heeft, omdat het zo uniek is. Maar hij heeft een hele korte concentratieboog. Dus het is hem voornamelijk entertainen, met hem spelen, zijn eten klaarmaken, hem aankleden, dat soort dingen. Ja. Oh, okay. Je bent nu in Shepparton om voor de jongen te zorgen. Is dat je reis of ben je nog meer van plan? Nee, ik ben nu inmiddels iets langer dan een jaar weg van huis. Eerst ruim een half jaar in Azië gezeten voordat ik naar Australië toe kwam. En ik had eigenlijk het plan om vorige maand naar de Zuid-Pacific te vertrekken. Naar de Pacifische eilanden. Maar ja, dat gaat nu natuurlijk eventjes niet door. Nee. Ik zal het hier voorlopig even moeten uitzitten. En zodra ik de mogelijkheid heb om weer verder te reizen, dan ga ik weer op pad. Ja, en ja, vind je het vervelend? Of heb je zoiets van, nou ja, ik vind het eigenlijk ook wel weer prima? Ik baalde in eerste instantie wel heel erg. Juist omdat ik me er ook op had ingesteld om weer door te gaan. En ik niet de intentie had om hier zo lang te blijven zitten. Anderzijds mag ik best wel in mijn handjes knijpen met de situatie waar ik in zit. Ik heb gewoon een veilige plek om te verblijven. En ik zit liever hier dan dat ik op dit moment in Nederland ben. Dus wat dat er gaat, had ik het erger kunnen treffen. Het is alleen gewoon jammer dat ik nu niet de plannen kan voortzetten die ik in gedachten had. Oh, ik vind het wel een opmerkelijke zin die je nu uitspreekt, Marit. Dus je zegt, ik zit liever hier dan dat ik in Nederland ben. Als jij mijn dochter was geweest, had ik gezegd, kind, kom gauw terug. Ik heb het overwogen. Ik heb het overwogen, jawel. Oh. Maar ik heb hier toegang tot goede zorg, in geval dat nodig is. Ik heb hier een baan. Op het moment dat ik naar Nederland ga, wil ik graag mijn vrienden en familie zien. En dat mag niet. Nee. Ik zal geen werk hebben. Dus wat dat er gaat, ben ik hier beter af. Plus dat de coronasituatie hier ook een stuk beter is dan dat het op dit moment in Nederland is. Dus het had voor mij niet echt een toegevoegde waarde om op dit moment naar huis te gaan. Nee, nee. En heb je een datum in je hoofd van, nou ja, god, dan zou ik toch wel een keer terug willen? Of ook niet? Niet echt. Nee, ja, mijn moeder hoopt nu heel erg dat ik zeg binnen een paar maanden. Ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat het nog niet dit jaar wordt. Zeker niet nu dat ik sowieso nog wel een aantal maanden hier in Australië vast zal blijven zitten. Ja. Ik vind het lastig te zeggen. Ik heb echt een open einde. Oké. Okay. Ja. Hey, nog één ding waar ik nieuwsgierig naar ben, Marit. Is waarin doet Australië het beter dan Nederland? Ik denk dat belangrijkste verschil, want het is best wel vergelijkbaar, maar het belangrijkste verschil is dat zij op een gegeven moment hebben gezegd dat iedereen die vanuit het buitenland Australië in wil komen, ongeacht of je inwoner bent of dat je hier op vakantie of wat voor reden je dan ook hebt, moet verplicht 2 weken in quarantaine. En dat werd betaald door de overheid. Dus op het moment dat je Australië binnenkwam, werd je 2 weken in een hotel gezet. En dan pas mocht je echt weer je eigen gang gaan. Okay. Waar in Nederland volgens mij wel een soort van het advies gelde om 2 weken in zelfisolatie te gaan. Maar daar was geen toezicht op. Nee. En dat is hier wel. Juist, ja. En daarmee is waarschijnlijk hoop voorkomen, denk je?
Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, we hebben nog geen 100 doden en nog geen 7000 gevallen. Dus. Op een groot land, hè? Nou, zeker. Oké. Okay. Ja, ja, absoluut. Mooi. Hey, ik wens je nog veel goede maanden nog in Australië. En als je wil, mag je even de groeten doen. Die in Almere zitten kijken aan je moeder en aan je vader. Oh, ik denk dat er wel een aantal vrienden en mijn ouders sowieso aan het kijken zijn. Nou, oké. Okay. Hey Marit, bedankt voor je verhaal, hè? Geen probleem. Fijne dag.